Nou, ik heb het KKT me geplaatst voor de 3 kilometer op de Olympische Spelen. Die ik over een week op een zondag 9 februari ga rijden. En ik heb natuurlijk wel heel veel reacties gehad. Vooral van mijn familie die gewoon super trots op mij zijn. En mensen om me heen, collega's, van de ploeg natuurlijk, Jong Oranje en van andere ploegen. En dat vind ik echt super tof. En dat is echt super. En dat hebben we allemaal samen met elkaar. Dat was een soort van droom. En die droom die werd steeds meer werkelijkheid. Dat is nu. Nu sta ik er straks over een week. Nou, ga jij naar de Spelen toe. Maar weet je wat van die Spelen? Wanneer heb je bijvoorbeeld? Hoe oud was jij toen Claudia Pechstein haar eerste medaille won op de Spelen? Ja, dat zou ik echt niet weten. Dat zou ik echt niet weten. Nee, dat vind ik echt een Marco. Dit is echt, dat zou ik niet weten. Hoe moet ik dat in vredes dan weten? Nou, maar dat ga ik je vertellen. Dat was in 1992. Hoe oud was je toen? Toen was ik er nog niet eens. Min 4. Nee, min 3 toch? 92. Je bent van 96, ben je van 95? Oké, min 3 dan. En wie won er vorig jaar, 4 jaar geleden, goud op de 3 kilometer dame? Martina Sablikova. Hoe spreek je dat uit? Martina Sablikova. Dat is wel goed. En wie won er in 2002 en 2006 zilver op de 3 kilometer dames? Dat zou ik niet weten. Ja, dat weet je wel. Denk maar goed na. Krullen. Krullenbol, 2002 en 2006. Een vrouw voor Nederland. Oh ja. En hoeveel medailles heeft Erik Bouwman, of welke medaille heeft Erik Bouwman ooit op de Olympische Spelen gewonnen? Jouw coach. Brons toch? Mocht hij willen. Mocht hij willen, nee. Bij de NK. Bij de NK, hoeveel medailles heeft hij daar gewonnen? Niet één toch? Ja, dat klopt. Hij is vierde geworden op de 1000 meter. 1 jaar na jouw geboortejaar, 1996. Maar wel achter een gereputeerde rijder, Gerard van Velden. Ja, maar dat is dan wel weer zo. Ja, Erik heeft dat er zeker nog heel vaak over. Of niet? Ik denk het niet. Hij wil het er nooit meer over hebben. Hij heeft net opgezocht, hij wist het zelf ook niet. Hey, en nou, jij naar Sochi. En dan kom je ook in de boeken, hoop ik, ergens. Dat hoop ik wel. Dankjewel. Alsjeblieft. Was het leuk? Gewoon niet opgezocht heb en als ik dan bijvoorbeeld Thomas Kroll zou zijn, dan zou ik dat wel geweten.